Maar voor nu denk ik alleen maar, ik vind het gewoon veel te spannend om dat te doen. Maar eigenlijk brengt dit gewoon nog zoveel meer dilemma's met zich mee. Helemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In de video van vandaag ga ik weer eens oud en vertrouwd make-uppen en kletsen. Ik vond het gewoon weer hoog nodig tijd. De laatste keer was denk ik een half jaar geleden ongeveer. Ik zou zeggen, pak er lekker een theetje bij of bewaar deze video voor het moment dat jij je ook gaat opmaken. En dan gaan we gewoon snel beginnen met opmaken. Ik ga voor nu in ieder geval beginnen met de basis. En daarvoor gebruik ik nog steeds deze Dry Oil Serum. Deze heb ik getest in een Kruidvat make-up video. En eigenlijk sindsdien gebruik ik hem heel vaak. Ik weet alleen nog niet zo heel erg goed of ik nou echt super veel verschil merk. Maar ik heb wel altijd het idee, als ik dit op heb, dan zit mijn make-up gewoon mooi. Dus ik gebruik het eigenlijk gewoon nog steeds. Ik zal misschien niet helemaal alle producten benoemen in deze video, omdat ik toch ook wel graag wil kletsen. Dus ik zal sowieso alles in de beschrijving zetten en af en toe zal ik zeker even wat benoemen. Zo ga ik nu dus deze nieuwe Catrice concealer gebruiken. Dit zul je gewoon echt net zien, hè? Ik begin net met het filmen van deze video en ze besluiten om weer eens te oefenen met straaljagers. Volgens mij zijn ze nu bijna weg, maar het maakt altijd zoveel herrie. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe het met jullie gaat in deze periode. Met mij gaat eigenlijk alles best wel goed. Ik voel me best wel gelukkig, dus dat is wel heel fijn. Ik heb wel het idee dat de tijd gewoon echt voorbij vliegt. Ik ben namelijk afgelopen zomer afgestudeerd voor mijn opleiding communicatie. Die deed ik in Zwolle en voor mijn gevoel heb ik gewoon nog steeds niet echt het besef dat ik helemaal klaar ben met school. Ik heb het idee dat ik volgende maand weer terug naar school moet, maar dat is niet zo. Ik ga nu trouwens verder met foundation. Dit is echt mijn meest favoriet. Heb ik ook laten zien in mijn aanraders en afraders video. De Kruidvat Stay With Me foundation. Maar het gaat gewoon tegenwoordig allemaal zo snel. En ik had in een vorige video, de vorige kletsen make-up video, had ik ook al gezegd dat ik een soort van in dilemma zit. Dat ik gewoon niet zo goed weet wat ik nu wil doen. En dat dilemma is er eigenlijk gewoon nog steeds. Ik werk namelijk nog steeds in een winkel en ik werk nog steeds deels voor het hoofdkantoor bij het bedrijf waar ik voor werk. Dus ik doe wel echt wat met mijn opleiding communicatie. Ik schrijf namelijk vooral wat nieuwsberichten en zo. En dat vind ik wel gewoon echt heel erg leuk om te doen. Maar ik krijg nog steeds af en toe wel vragen van vrienden, familie, kennissen. Nu klaar ben met mijn opleiding. Zo van, ja, wat ga je nu doen? Maar ik weet het gewoon nog niet zo heel goed. Ik werk gewoon nog steeds in de winkel. En soms krijg ik dan wel opmerkingen zo van, maar je hebt een opleiding, je gaat toch niet de rest van je leven in de winkel werken? En dan denk ik, nee, dat ga ik inderdaad zeker niet doen. Maar ik weet gewoon voor nu nog even niet zo heel erg goed hoe ik dit eigenlijk allemaal verder wil gaan aanpakken. En ik heb hiervoor wel banen en stages gehad waar ik zo erg met tegenzin heen ging. Ik ga nu trouwens verder met mijn wenkbrauwen. Maar ik ben dus zeg maar gewoon heel erg bang als ik stopzet wat ik nu heb. Dus ik heb een vast contract, ik verdien best wel goed en ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin. Ik ben dan gewoon heel erg bang als ik dat stopzet dat ik iets vind wat ik misschien niet leuk vind. En dan weet ik ook wel dat je dan gewoon weer daar weg kan gaan en weer wat nieuws kan zoeken. En dat je er nooit achter komt voordat je het gaat proberen. Maar voor nu denk ik alleen maar, ik vind het gewoon veel te spannend om dat te doen. Vooral omdat ik het nu gewoon naar mijn zin heb. En ik zat een tijd geleden in de auto. En ik zit in de auto altijd gewoon heel erg veel na te denken over van alles en nog wat. En ik voelde me op dat moment gewoon heel erg stresserig eigenlijk. En helemaal niet per se gelukkig of zo. Toen dacht ik, ja, wat is dit nou? En word ik wel gelukkig van wat ik nu doe? En toen zat ik te denken, ja, eigenlijk wil ik gewoon heel graag parttime voor Make Me Blush werken. Dus video's maken, content maken voor op mijn blog en zo. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. En toen kwam in één keer zo'n besefmomentje. Zo van, maar eigenlijk doe ik dat nu al. En toen kwam in één keer een besef. Toen dacht ik, ja, maar word ik hier dan wel gelukkig van om dit parttime te doen? Vind ik dit dan nog wel zo leuk als dat ik het eerder vond? Want ja, op de dagen dat ik zeg maar vrij was van het werk, ging ik thuis ook gewoon lekker uitslapen. Ging ik in mijn pyjama de hele dag zitten. Ging ik eigenlijk gewoon niet zo heel erg veel doen. Af en toe natuurlijk een video opnemen, want dat vind ik natuurlijk gewoon heel leuk. Maar ja, toch klopte er iets niet helemaal. Want het voelde niet echt alsof ik Make Me Blush parttime deed of zo. En toen ik dat besefmomentje eigenlijk had, toen ben ik wel dingen gaan veranderen. Dus toen heb ik voor mezelf besloten om het er wel een beetje van te nemen, maar om uiterlijk 8 uur uit bed te gaan, uiterlijk 9 uur voor de computer te zitten en het allemaal wat serieuzer te nemen, wat meer tijd in te steken. En mezelf ook gewoon aan te kleden terwijl ik werk, in plaats van in mijn pyjama of in mijn joggingsbroek zitten. En nu ik nog meer balans voor mezelf gevonden heb, vind ik het ook gewoon echt steeds leuker en denk ik ook steeds vaker, ik kom nog meer tijd tekort, want ik wil het eigenlijk wel fulltime gaan doen. Maar dat wordt voor nu gewoon heel erg lastig. Het enige nadeel is, is dat ik dus nu nog steeds werk in de winkel, wat ik zei. En dat ik niet zo goed weet hoe en wat ik het daarmee wil doen. En dat ik dus nog wel een soort van op zoek ben naar een baan wat echt past bij mezelf en bij mijn opleiding. En waar ik plezier uit kan halen. Maar dat ik daar dus nog heel erg zoekende in ben. Maar mocht ik iets kunnen vinden, en of dat nou bijvoorbeeld een doorgroeimogelijkheid is bij het bedrijf waar ik nu werk of ergens compleet anders. Ja, het moet dan denk ik wel gewoon weer parttime zijn. Zodat ik ook gewoon die video's kan blijven maken, omdat ik daar zoveel plezier uit haal. Maar ja, om iets te vinden in mijn vak wat parttime is, is echt super moeilijk. Want ja, bedrijven willen gewoon eigenlijk alleen maar fulltimers. En ik weet gewoon eigenlijk niet zo heel erg goed of ik dat fulltime wil doen. Maar eigenlijk brengt dit gewoon nog zoveel meer dilemma's met zich mee. Want ik woon nu ook gewoon nog steeds thuis. En ik ben 25 en ik voel me gewoon heel erg oud om nog zeg maar thuis te wonen. En eigenlijk ging ik het liefst de vorige week alweer uit huis. Maar doordat ik gewoon niet zo heel erg goed weet waar ik straks met werk terecht kom. Want ik denk gewoon dat er binnen een jaar gewoon zoveel gaat veranderen. Maar welke kant het op gaat veranderen, dat weet ik dus niet. En omdat ik niet weet waar het op gaat veranderen. Want ik wil gewoon niet blijven wonen waar ik nu woon, in deze woonplaats. Ik wil gewoon naar een andere stad, een iets leveriger stad. Ik heb ook stage gelopen in Amsterdam. En daar zit ik soms ook nog aan te twijfelen om misschien juist weer die kant op te gaan. Want ik vind dat wel heel erg leuk daar. Maar doordat ik het gewoon niet weet, vind ik het zonde om nu eerst een huis te vinden in de stad waar ik nu woon. En dan daar heel veel geld in te steken. En dan bijvoorbeeld dat ik er in één keer dan achter kom, oh, misschien vind ik dit wel leuk in een compleet andere stad. En dat ik dan weer moet gaan verhuizen. Ik ben nu trouwens bezig met mijn ooglook. Ik gebruik dit paletje van Essence. Bronze This Way paletje. Super mooi paletje. Ook in mijn aanraders-afraders video gekomen. En ik maak nu trouwens de look na die ik in de Charlotte Tilbury Mystery Box unboxing op had. Want ik vond die er zelf gewoon heel erg leuk uitzien. En ik kreeg er ook wat complimentjes over. Dus ik dacht, nou, ga ik de look voor vandaag weer maken. Maar ja, goed. Mijn vriend heeft een tijdje geleden ook een huis gekocht. En ik heb eerlijk gezegd ook nog geen idee hoe dat gaat lopen. Want dat is weer in een andere plaats dan mijn woonplaats. Maar ja, ik weet dus ook gewoon niet zo heel erg goed als het huis af is. Of we tegen die tijd dan bijvoorbeeld gaan samenwonen. Dan voel ik me ook een beetje bezwaard door. Want hij is gewoon heel erg aan het klussen in het huis. En ik heb er niet zo heel erg veel aan gedaan. Omdat ik gewoon ook niet heel erg veel tijd heb. En hij wil het ook gewoon helemaal doen naar zijn eigen dingen. En ik ben natuurlijk ook gewoon niet heel erg handig met dat soort dingen. Dus ik denk dat ik me ook gewoon heel erg bezwaard zou voelen. Want hij heeft het wel een keer voorgesteld. Zo van, ja, kom er maar gelijk in. Maar ik denk dat ik me ook gewoon heel erg bezwaard zou voelen. Dus ja, eigenlijk ben ik gewoon terug bij af. Ik ben gewoon eigenlijk nog steeds op dezelfde plek als waar ik was. En ik wil gewoon eigenlijk een beetje benadrukken dat dat gewoon niet erg is. Maar dan weet je nu wel ongeveer wat me allemaal bezighoudt. Ik ben dus ongeveer 3,5 dag per week aan het werk. En dan de rest van de week neem ik gewoon Make Me Blush heel erg serieus om daar leuke video's voor te maken. Maar ook nog steeds blogposts te schrijven voor op mijn blog. Soms zeggen mensen namelijk nog wel, blog is echt dood. Maar ik heb de afgelopen maand gewoon 15.000 bezoekers gehad op mijn blog. Dus volgens mij is bloggen zeker niet dood. Ik ben ook heel erg benieuwd of jij nog blogs leest of niet. Want er zijn er echt wel steeds minder. Ik merk dat ik zelf niet heel erg veel lees als dat ik dat vroeger deed. Maar dat ik nog wel vaak reviews opzoek van beautyproducten. En dan kom ik toch weer uit op een blog. Dat is toch gewoon handig. Want als ik bijvoorbeeld in Kruidvat sta en ik wil gewoon iets weten over een product. Ja, dan ga ik niet een hele video kijken zoals wat ik nu doe. Zulke soort video's wat ik nu maak, dat kijk ik zelf ook graag. Maar dat kijk ik dan gewoon en dan denk ik, ja, op de basis van die video ga ik producten kopen. Maar als ik in de winkel sta, wil ik natuurlijk ook weten of ik producten fijn vind. En dan zoek ik zelf gewoon reviews op. Dus ik ben heel erg benieuwd of jij nog beauty reviews opzoekt of dat eigenlijk niet meer zo is zoals vroeger. Ik zat trouwens laatst ook weer te denken van wat voor content voor de kerst ga ik maken. Want de kerst is natuurlijk heel dichtbij. Dus zat ik te kijken, ja, wat heb ik vorig jaar gedaan, wat viel in de smaak, wat viel minder in de smaak. En toen zag ik dat ik vorig jaar een livestream had gedaan op, ik weet niet eens meer welke dag. Misschien was het wel eerste kerstdag. Dat zou best kunnen. Maar dat ik in ieder geval een livestream heb gedaan waarin ik mij ging opmaken. En ik vond het toen zo ongelooflijk spannend. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen. Dus misschien dat ik dat eigenlijk wel weer wil gaan doen. Het lijkt me sowieso leuk om misschien wat vaker te gaan livestreamen. Ik heb dat vorig jaar voor het eerst gedaan. Met deze camera was het nog heel erg zoeken en wennen en zo. Maar ik vond het toen gewoon zo leuk om te doen. Dus misschien zat ik te denken om dat wel weer te gaan doen. Dus ik ben heel erg benieuwd of je dat zou gaan kijken of niet. En misschien op welke dag je dat zou gaan kijken. Maar als jullie dat leuk vinden, kan ik dat gewoon een keertje doen. Ik heb het vorig jaar gewoon met deze camera gedaan op YouTube. Dus ja, dan kan je het gewoon lekker op YouTube kijken. En dan ga ik nog even lipstick aanbrengen. Dit is echt een van mijn favorieten. Dit is van Catrice. Dit is de Full Satin Nude lipstick. Echt een hele een mooie nude kleur. Hij is dus niet helemaal mat, maar hij is wel echt heel mooi. Ik heb trouwens nog één dingetje waar ik gewoon al zo lang nieuwsgierig naar ben naar jullie. Dus laat alsjeblieft een comment achter onder deze video met allerlei dingen die ik nu gevraagd heb. Maakt niet uit als het een mega lange comment is of meerdere comments. Maakt niet uit, ik lees alles. Ik vind dat heel leuk om te lezen. Maar ik ben naar één dingetje gewoon echt super benieuwd. Want ik draag eigenlijk 10 van 10 keer natuurlijke oogschaduwlooks. Ik ben gewoon heel erg benieuwd of je dan mijn looks gewoon saai vindt. Of dat je ook zelf natuurlijke ooglooks draagt en dan weer inspiratie uithaalt uit een nieuwe nude make-up. Ik ben daar gewoon heel erg benieuwd naar of je denkt, ja, er mag wel iets meer kleur in zitten. Of dat je denkt, ja, weet je, die nude looks haal ik ook gewoon mijn inspiratie uit. Maar goed, ik ga nu verder met deze setting mist. Dit is van Morphe en deze komt uit de adventkalender. De adventkalender van Douglas, geloof ik. En ik vind deze setting spray echt super fijn voelen. Het voelt gewoon echt alsof mijn make-up helemaal vast wordt gezet. Het voelt nog net niet als haarlak, dus het voelt ook een beetje gek of zo. Maar als ik deze opdoe, dan voelt het wel echt alsof er iets gebeurt met mijn gezicht. Maar voor de mensen die hadden gereageerd onder mijn Charlotte Tilbury video dat jullie mijn make-up look mooi vonden. Nou, dit zijn in ieder geval alle producten die ik daarvoor heb gebruikt. En nu weet je ook gelijk als je mijn aanraders en afraders video hebt gekeken. Daar kwam dit paletje voor. Weet je ook gelijk hoe dit paletje er ook weer uitziet. Maar kijk ook zeker die video als je nog benieuwd bent naar welke andere aanraders en afraders ik nog had. Ik zou het leuk vinden als je willen abonneren op mijn kanaal en me te volgen op Instagram. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken en tot de volgende keer weer. Doei doeg!